Goedemorgen, het is vandaag donderdag en als je vorige week hebt gekeken, weet je dat ik nu onderweg ben naar de markt. Beetje gek om nou zo die vlog af te sluiten en weer te beginnen op dezelfde dag. Maar ja, er is hier altijd elke donderdag markt. Het stelt niet zoveel voor, maar het is altijd wel leuk om heen te gaan, vind ik. Omdat het gewoon typisch van hier is. Gisteren was het echt super slecht weer. Zijn we dus naar het grote winkelcentrum geweest. Maar vandaag is het weer stralend blauw en bijna geen wolkje aan de lucht. Nou ja, wel een paar. Vandaag dus weer lekker in de zon liggen vanmiddag en zo. Zin in. Welke dag is het vandaag? Zaterdag. Typisch. Het is vandaag zaterdag. Ik ben echt helemaal de dagen kwijt gewoon. Maar goed, als je dat hebt, dan heb je wel een goede vakantie, geloof ik. We zijn in Gravedona en dat is een plaatsje naast de plek waar wij zitten. We zijn even wat foto's aan het maken, want het is een beetje bewolkt. Maar voor foto's is dat altijd wel mooi. Dus tenminste, nou ja, dan heb je niet zo heel harde schaduwen en licht en zo. Ik voel een spetter. Het heeft niks te betekenen nou. Nou ja, ik heb toch mijn padpak aan. Oké, maar we gaan even foto's maken, want dit is wel een heel mooi achtergrond. Deze muziek. Ik heb een Italiaans tijdschrift gekocht om mijn Italiaans te verbeteren. Want als je leest, dan ga je toch soms sommige woorden opzoeken en kijken wat het betekent en zo. Het is gewoon een L, maar dan de Italiaanse L. 1,50. Echt super goedkoop eigenlijk, want bij ons zijn de tijdschriften echt minstens 3 euro. Maar hij is ook niet zo heel dik, maar toch. Nou ja, chill. En nu gaan we even kijken of er nog een ijswinkel open is. Onze favoriet. En ik geloof het wel, dus dat is wel chill. Is het net? Het is... Welke dag is het? Ik heb geen idee. Het is echt erg. Ik zit even bij Miloetje, want die heeft het heel erg warm. Ik lig eigenlijk een beetje te chillen in de zon en te lezen. Ik lees nu op dit moment het boek Sapiens. Het is wel echt een interessant boek. Het gaat over de mensheid, eigenlijk de historie van de mens. Gisteravond was er vuurwerk naast de camping. Dat is geloof ik een jaarlijks iets, wat elk jaar samenhangt met een bepaald feest. Het is super gaaf. Altijd op muziek, soort van proberen ze dan te matchen. Dus dat was echt heel leuk om even bij te zijn. Het duurde alleen heel erg lang, want het zou om 10 uur beginnen en het begon om 11:30 geloof ik of zo. Dat is gewoon typisch Italiaans of gewoon van deze plek hier. Vandaag ga ik gewoon lekker chillen in de zon weer, zoals elke dag eigenlijk. En van, ja, het is wel heel erg benauwd, net als gisteren. Gisteren was het ook heel benauwd, maar de zon schijnt wel, dus so be it. Goedemiddag. Ik lig even hier in de caravan. Want het waait heel erg hard en ik denk niet dat je hem hoort. Ik heb denk ik echt een week lang niet gefilmd. Omdat er niet zo heel veel te filmen was. Het was een paar dagen wat minder weer. Een paar dagen een beetje gewoon gechilled. En gewoon heel erg genoten. En niet de hele tijd bezig geweest met, oh ja, ik moet dingen filmen. Want ik wil ook de eerste week, wanneer ik weer begin met trainen, gaan filmen. En daar heb ik super veel zin in. Ik ben in deze vakantie wel ook af en toe nog wezen rennen en wat oefeningen gedaan, als in kracht. Ik hoop in ieder geval dat het een beetje bijdraagt of heeft bijgedragen aan dat de overgang niet super hard is straks. Ik ben heel benieuwd, ja, hoe volgend jaar gaat zijn en ik heb er gewoon super veel zin in. Ik mis het ook echt heel erg hier, het dansen. Ik heb echt
Mijn lichaam mist het, zeg maar. Ik voel het aan mijn lichaam dat ik niet meer elke dag dans. Maar ja, ik mis het mentaal ook gewoon. Ik voel me soms een beetje dat ik denk, ja, wat doe ik eigenlijk de hele dag? Sowieso is dat altijd op vakantie een ding, want ik ben altijd druk en met 10 dingen tegelijk bezig in mijn hoofd, wat ook echt slecht is eigenlijk. Daar moet ik ook echt vanaf. Ik doe hier natuurlijk de hele dag niks. Het enige waar ik me zorgen om hoef te maken is dat ik eet, maar ja, dat is obviously. Misschien welke bikini ik aandoe of wat dan ook. Maar ja, het is een beetje, altijd een beetje lastig. Het is vandaag vrijdag, by the way. En dinsdag ga ik alweer naar huis. Dus het is echt voorbij gevlogen. Echt. Ik geloof dat we nog wel een paar dingen op de planning hebben. Maar ik heb vooral voor dit jaar eigenlijk besloten om zoveel mogelijk te chillen. En eigenlijk vooral niets te doen en niets te moeten. Alleen de dingen doen die ik leuk vind. En dat is aardig gelukt. Dus dat is wel heel fijn. En nu ga ik lekker in de zon liggen weer. Doei! Was dit de laatste keer dat we hebben gezongen? Waarschijnlijk wel. Het heeft vanmorgen heel erg geregend, dus we dachten dat het wel kouder zou zijn, maar het viel mee. Morgen ga ik weer naar huis. En dan zit de vakantie erop. Dan gaan we om 11:30 of zo weg. En ik vlieg pas om rond 7 of zo. Maar voordat je eenmaal er bent, is de tijd snel voorbij. En dan de dag daarna weer werken. Bootje van mijn oom en tante om naar de overkant van het meer te varen waar we nu zijn, want ik ben hier denk ik, ja, het is toch wel 4 of 5 jaar geleden geweest en het is altijd wel echt wel leuk om te zien, want je hebt altijd die rotsen en mooie huizen aan het water, echt. En vind ik toch altijd wel heel erg leuk, want je ziet natuurlijk eigenlijk het meer vanaf één kant alleen maar, vanuit de kant waar je zit. Maar ik vind toch ook altijd, want die bergen bewegen echt met, nou ja, tenminste bergen bewegen niet, maar je ziet toch elke keer weer een ander perspectief. En de bergen staan dan toch weer anders vanaf andere plekken. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Dus wij gaan even nog een stukje varen en dan weer terug. Zo, maar als ik film is het super licht. Terwijl het echt al best wel donker is. Het is, ik weet niet hoe laat. We hebben net een ijsje gehaald. Of nou ja, een avocado café. Oh, ik heb veel pijn in mijn nek. Maar nee, ja, we hebben net een avocado café gehaald. Dat is ijs met een espresso eroverheen. En slagroom. En nu gaan we weer naar de camping, want het gaat als het goed is zo regenen. En mensen vinden het altijd heel leuk als ik ga vloggen. Vooral mijn broer. Vroeger vond ik dit altijd het engste straatje, want omdat ik met die beelden en die honden aan de overkant bij dat hek. Ja, hoorde je dan altijd galmen? Maar die honden zijn er niet meer, of wel? Al heel lang niet meer. Vroeger waren er echt veel honden die aankwamen. Maar ze blaffen niet meer. Nee, ze zijn oud. Ze zijn oud, ze kunnen het niet meer. Of zouden ze een schotband om hebben? Dat zou heel zielig zijn. Vandaag woensdag en gisteravond ben ik thuis gekomen en vandaag moet ik weer werken. Ik heb gemerkt dat ik niet zo heel veel heb gevlogd voor deze week. Dus ik plak er gewoon een stukje normale weekvlog aan vast. Geen vakantievlog, want mijn vakantie is over.
Ik ga zo met de auto naar werk. En ik ben echt een beetje bang dat ik niet meer kan autorijden. Dat is natuurlijk bullshit. Ik kan het natuurlijk wel. Ja, ik heb 3 weken niet gereden. En sinds ik mijn rijbewijs heb, rij ik elke dag eigenlijk. Bijna. Dat wordt spannend. Maar goed, ik zat er gisteravond een beetje mee dat ik weer vandaag moest werken. Maar ik werd vanmorgen om 7 uur wakker of zo. Echt een half uur voordat mijn wekker ging. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook wel goed. Want anders ga ik vandaag alleen maar lui gaan lopen doen. En ik kan beter wat doen en dan vanavond lekker chillen. Dan weet ik, dan voelt het wat meer als van, hé, even lekker chillen of zo. In plaats van dat je de hele dag niks hebt gedaan. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat ik aantref op kantoor. Ik ben nog nooit, zeg maar, op vakantie geweest op werk. Ik ben natuurlijk vorig jaar wel ziek geweest. Dus dat is ook een beetje anders, maar dat... Ja, dan duik je er niet meer volledig in daarna. Dus ik hoop ja, dat het niet te hectisch is. Maar we gaan het zien. Ik heb er wel zin in om iedereen te zien en zo. Dus, nice. I'm home again. Het is iets voor 5. Ik was om 4:30 klaar met werken. En toen ben ik boodschappen gaan doen. Want ik had natuurlijk niks in huis. Waarom maak ik er altijd zo'n troep van in mijn kamer? Allemaal leuk en aardig. Maar nu ben ik een beetje... Ja, ik zit een beetje in het dilemma. Want zeg maar, ik heb deze situatie hier. Ja, die koffer heb ik dus nog niet uitgepakt. Logisch, want ik kwam gisteren om 11 uur pas thuis of zo. Maar ik ben ook echt ontzettend moe. Ik zat echt op werk te gapen voor het leven. Omdat ik gewoon niet meer gewend ben om de hele tijd bezig te zijn natuurlijk. Ik denk dat ik toch gewoon even ga chillen. Misschien dat het er nog van komt vanavond. Een deel van de koffer. Maar anders laat ik het gewoon lekker liggen. Want het meeste moet toch gewassen worden. Oh, wat ben ik erg. Ik heb popcorn gekocht. En ik ga een serietje erbij pakken. Of ik ga YouTube filmpjes kijken. Ik denk dat ik YouTube filmpjes ga kijken. Want ik heb natuurlijk 3 weken niks kunnen kijken. Ja, ik kon het wel, maar... Dus dat ga ik lekker doen. En dan... eten maken. Ik heb gewoon voor een salade voor mezelf vanavond. Gewoon dat ik echt dingen bij elkaar ga gooien. Ik hoef niks te koken. Wel lekker groenten. Dat is wel fijn. Ja. Hebben jullie ook wel eens van die dagen dat je gewoon in een t-shirt wil rondlopen het liefst de hele tijd. En gewoon geen broek aan wil hebben. Ik heb dat zo vaak als ik thuis kom van werk. Oh, dan wil ik gewoon een chill shirt aan. En verder niks. Chill. Ik ben trouwens heel erg happy. Want mijn plantjes die zijn allemaal echt heel erg... gegroeid en mooi. Deze is heel erg gegroeid. Deze is ontzettend gaan kruipen. Deze sprietjes, deze die ook een blaadje heeft, dat zijn stekjes die ik eraf heb gehaald. Dus dat is echt wel een heel goed teken. Dus ik denk dat ik hem even ga snoeien weer. Zodat hij een beetje in toon blijft. Want het is een beetje een lelijk plantje aan het worden. Die is ook heel erg aan het groeien. Echt super nice. En deze is heel goed aan het groeien. En mijn Sansevieria is heel erg goed aan het groeien. Mini Sansevieria. Nou, deze is ook hetzelfde plantje. Doet het heel goed. Ik zie wel dat deze heel veel zon heeft gehad. Hij is een beetje geel. En deze ga ik ook snoeien, want dit is een beetje raar. Het is vrijdagavond en ik heb gewerkt. Ik heb gisteren ook gewerkt. Dus ik had niet zoveel te filmen. Dus heb ik ook gewoon niet gedaan. En ik ben nu even aan het eten. Ik heb sushi besteld, want ik was echt ontzettend lui. Ik had eigenlijk niet zo'n honger, niet zo'n trek in iets. En dan kom je al snel neer op bestellen. Ik had wel eten gehaald, maar ik dacht, nou ja, dat kan ik ook morgen eten. En ik had eerst in gedachten dat ik morgen wat ging bestellen of halen. Maar toen dacht ik ook net zo goed omdraaien. Ik vind het ook lekkerder om op de vrijdag eigenlijk wat te halen dan op de zaterdag. Want op de zaterdag ben je toch vrij. En op de vrijdag werk ik en dan kom je thuis van werk. En dan ja, vind ik dat chiller. Ik heb de afgelopen dagen, toen ik thuis kwam, echt wel heel erg hoofdpijn gehad. Ik weet niet waardoor het kwam. Maar goed, ik wilde het niet om medelijden te vragen of wat dan ook. Maar gewoon even... om te delen. Dat ik me niet zo helemaal lekker voel op dit moment. Ja, dat is best wel een dingetje of zo. Omdat ik snel het gevoel heb van, oh god, straks gaat het weer helemaal verkeerd of zo. Ik weet dat ik niet zo moet denken. En zo probeer ik ook niet te denken. Maar het is gewoon wel een beetje moeilijk of zo. Als je dan een soort van gevoel hebt dat je weer een stap of 3 achteruit bent gegaan. Maar goed, ik ga gewoon, ik probeer gewoon alles wel door te zetten. En gewoon heel erg goed op te letten wat ik voel en wat ik... hoe het gaat. Ik merk in ieder geval wel nu dat ik alsnog ben veranderd. Als in, ik had voorheen heel snel de behoefte om thuis te blijven. Maar nu ben ik toch wel heel erg van, ja, mijn gedachten zeggen wel van ik wil geen afleiding, bla bla bla. Ik ga toch wel wat leuke dingen doen. En ik heb juist heel erg de behoefte om naar werk te gaan en zo. Dus dat vind ik wel heel fijn. Maar goed, ik heb dus de afgelopen 2 dagen
Ja, heel vroeg ben ik naar bed gegaan. Ben gaan eten thuis toen ik thuis kwam. En toen ging ik in bed liggen. Which I know is niet heel bevorderlijk voor, nou ja, je mind. Maar ik was gewoon oprecht heel erg moe. En ik had heel erg hoofdpijn. Dus ik heb het toch gedaan. En ik denk dat het op dat moment ook wel een goede keuze was. Want ik had mezelf er niet happier mee gemaakt als ik dingen was gaan doen. Mijn koffer is ook nog steeds niet helemaal uitgepakt. Er ligt nog een beetje in mijn koffer. Ik doe beetje bij beetje dingetjes eruit. En ik heb al twee wasjes gedraaid. Dus op zich gaat het wel goed. Maar ik wilde dit even toch even delen. Om, nou ja, gewoon te zeggen dat hoe goed ik me ook voelde voor mijn vakantie. En tijdens mijn vakantie ook wel iets minder alweer. Maar het kan zomaar zijn dat je je ineens wat minder goed voelt. En dat mag er zijn. En ik probeer ook heel erg te leven vanuit de gedachte van oké, ik voel dit, maar ik denk er niks over. Of ik heb er geen oordeel of mening over. Of ik heb geen verwachting erover. Dus ik voel het gewoon en dan denk ik, so be it. En dat helpt wel een beetje. Dus we gaan gewoon door en we'll see. Wow, stop. Oké. Ik zie dat ik de vlog niet helemaal goed heb afgesloten. Omdat het natuurlijk een beetje raar was. Omdat ik een paar dagen nadat ik thuis ben gekomen nog heb gevlogd. En ik wist niet precies tot wanneer en zo. Maar ik zie dat dit het laatste shot was. Dus ik sluit hem even bij deze af. The future me. Maar niet getreurd, want vanaf deze vlog ga ik elke week een nieuwe weekvlog plaatsen op mijn kanaal op vrijdag. Elke week neem ik jullie mee in het leven van mij. En dan voornamelijk gericht op dansen. Omdat ik natuurlijk ontzettend veel dans. En ik ga steeds meer dansen. En ook meer lesgeven. En het lijkt me super leuk om met jullie te delen eigenlijk. Dat hele avontuur. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even. En wil je nou echt geen video missen? Druk dan even op het belletje hier beneden. Laat even een comment achter wat jij deze vakantie hebt gedaan. En dan zie ik je heel graag volgende week met een nieuwe weekvlog. Ciao!